Een Spaanse pluim zorgde voor de aanvoer van zeer hete en droge lucht richting ons land. En dat zorgde afgelopen dinsdag voor extreme temperaturen. Het was de op twee na warmste dag ooit gemeten in ons land, met de hoogste maximumtemperatuur van 39,5 graden in Maastricht, in het uiterste zuiden van ons land. Maar op veel plaatsen was het tropisch met een ruime 30 graden. Nou, die extreme hitte is in Nederland vaak geen lang leven beschoren. Die wordt aan het begin van deze 10-daagse periode dan ook verdreven door regen en onweersbuien. En er komt geleidelijk koelere lucht onze kant op. Nou, die buien zien we ook terugkomen in de weerkaart van het Amerikaanse GFS-weermodel. Hier op donderdagochtend, vroeg in de ochtend, zien we dat buiengebied vooral boven het oosten van het land liggen. Het zwaartepunt ligt boven Duitsland. En die buien zijn woensdagavond eerst nog wat meer losse buien. En die gaan dan in de loop van de nacht naar donderdag wat meer samenklonteren. En vormt dan meer een buiengebied met buiige regen. Dus dan kan het een wat langere tijd aaneengesloten regenen. En het zwaartepunt daarvan ligt dus vooral boven de oostelijke helft van het land en ook boven Duitsland. Maar om dat buiengebied heen kunnen ook weer losse buien ontstaan. Dus op verschillende plaatsen in het land kan het soms behoorlijk plensen. Enorm contrast dus van een hele hete en droge periode naar wat koeler weer met flinke neerslagsommen. Dat buiengebied gaat geleidelijk wel wegtrekken en dan komen we tijdelijk eventjes in wat rustiger vaarwater terecht. Het krult een beetje, dus we krijgen daardoor ook met een draaiing van de windrichting te maken, juist wat meer van het zuiden weer naar het noordwesten, terwijl dat buiengebied wegtrekt. Daarna dus tijdelijk even wat rustiger weer, maar tijdens het weekend zien we hier boven de Atlantische Oceaan weer een lage drukgebied aankomen stormen. Dat gaat ook in Groot-Brittannië voor een groot contrast zorgen. Het werd daar voor het eerst in de geschiedenis van de temperatuurmetingen warmer dan 40 graden afgelopen week. Maar door dat lage drukgebied zullen ze daar ook wel weer terugkeren naar voor die regio eerder normaal wat wisselvalliger zomerweer. Een interessante weersituatie tijdens het weekend, want boven Centraal-Europa bouwt zich een hoge drukgebied op. En wij bevinden ons dan een beetje tussen twee vuren in. De stroming om dat lage drukgebied heen gaat tegen de klok in, terwijl de stroming om dat hoge drukgebied heen juist met de klok meegaat. Wij bevinden ons dan een klein beetje in een zadelgebied, een soort niemandsland wat luchtdruk betreft. En daarin kan dan weer een zuidelijke of zuidwestelijke windrichting op gang komen. Momenteel is er nog wel warme lucht aanwezig in het zuiden van Europa. Het is daar niet meer zo extreem heet, wel wat meer temperatuurfluctuaties, maar het is daar altijd nog volop zomer met ruime temperaturen, meer dan 30 graden. Dus met die zuidelijke of zuidwestelijke windrichting kan ook in Nederland de temperatuur dan weer flink gaan oplopen. Interessante situatie voor het weekend dus, maar hoe gaat dat daarna verder? Nou, dat lage drukgebied, dat gaat zich waarschijnlijk laten gelden, want dat trekt wat verder Europa in. En dan krijgen wij in de nieuwe week ook met een koufront of een warmtefront van dat lage drukgebied te maken. En dat gaat ook wat meer bewolking en ook neerslag opleveren. Dan ga ik eventjes naar de temperatuur kijken. Deze kaart is ook van het Amerikaanse weermodel. De temperatuur op 850 hectopascal. Dat is ongeveer 1,5 kilometer hoogte in de atmosfeer. En dat is vaak wel een goede graadmeter voor de temperatuur aan de grond. Nou, en als vuistregel daarvoor geldt eigenlijk dat je bij die temperatuur dan 15 graden kan optellen. Wel afhankelijk van de luchtdruk. Op het moment dat de luchtdruk vrij hoog is, dan kan je er makkelijk een paar graden bij optellen. Dus als ik deze waarde even als voorbeeld neem, 20 graden in het westen van Spanje, dan kun je daar dus 15 graden bij optellen. En heb je aan de grond een inschatting van ongeveer 35 graden. De begrenzing van die warme lucht ligt ongeveer boven het noorden van Frankrijk in het Alpengebied aan het begin van het weekend. Maar tijdens het weekend, wanneer die zuidelijke wind weer op gang komt, kan die warme lucht zich weer naar het noorden gaan uitbreiden. En dat is hier op zondag. Dan zet ik hem eventjes hier stop. Ja, dat is het juiste moment. Dan kan vanuit Frankrijk en ook dus vanuit Spanje via Frankrijk die warmere lucht weer richting ons land komen. En dan komt regionaal die 30 graden ook weer in zicht. Daarbij wel oplettend dat dat lage drukgebied zich daar bevindt en dat daar juist wat koelere lucht zit.
En de locatie van dat lage drukgebied gaat ook nog wel uitmaken of wij net wat meer aan de warmere kant of net wat meer aan die koelere kant komen te liggen. Dus voor de temperatuur tijdens het weekend wel nog even wat slagen om de arm. Dan pak ik eventjes de temperatuurpluim van het Europese weermodel erbij. Want hoe gaat die om met die onzekerheid? Tijdens het weekend is wel dus dat piekje van de temperatuur te zien. Wel een kleine spreiding daaromheen. En vooral op maandag zien we dan ook die temperatuurpiek wat meer naar beneden uitslaan. En dat is dus ook die onzekerheid of we dan net alweer wat meer aan de koelere kant komen te liggen. De periode daarvoor, de temperatuur gaat juist wat meer omlaag. Rustig zomerweer en door die noordwestelijke windrichting dan gematigde temperaturen. En op de langere termijn dan blijft die warmte wel in de buurt. Maar ook rekening houdende met de koelere scenario's valt daar eigenlijk nog niet heel veel chocola van te maken. Het gaat een beetje alle kanten op en er is niet echt een signaal dat we echt weer met extreme hitte of juist heel erg koel weer te maken krijgen. Als laatste nog even de neerslagkansen in het Europese weermodel. Want dat buiengebiedje wat woensdag en ook donderdag over ons land gaat trekken, dat kan regionaal voor flink wat neerslag zorgen. De kansen op meer dan 10 mm is in het zuidoosten van het land net iets minder dan 25%. Ja, het ligt hier ongeveer op de helft. Ik ga uit van zo'n 15%. Maar aan de staafjes te zien gaat het wel regionaal behoorlijk nat worden. Nou, de periode daarna, dan gaat dat hoge drukgebied zich wat meer laten gelden. Is het tijdelijk wat droger met op zondag vooral een heel laag neerslagsignaal. En daarna ook met de temperatuurverwachting toch wel wat onzekerheid. En dat is ook terug te herkennen in de neerslagpluim. Het kan af en toe regenen, er kan af en toe een bui vallen. Maar daar valt op dit moment eigenlijk nog niet heel veel over te zeggen. Nou, de conclusie van deze 10-daagse periode is dat we dus van extreme hitte en droogte naar buien met regionaal veel regen gaan. En tijdens het weekend misschien wel regionaal weer kans op 30 graden.